Goedendag en welkom bij Admiral Markets Nederland. Welkom bij een nieuwe introductietraining over trading. In de presentatie van vandaag bespreken we het onderwerp daytrading voor beginners. Er zijn veel mensen die er naar streven daghandelaar ofwel daytrader te worden en intraday te traden met technieken voor korte termijn beleggen. We zullen de volgende onderwerpen behandelen. Wat is daytraden? Hoe kunt u een daytrader worden en wat zijn de voordelen en risico's hiervan? Aan het einde van deze training zult u tevens voldoende kennis hebben over de opties voor het openen van een account. Oefen dagelijks wat u leert in deze cursus daytrading. Laten we beginnen. Voordat we in de materie duiken, vraag ik uw aandacht voor onze risicoverklaring. Wij raden u aan deze aandachtig door te lezen. Dit is slechts een extract. De volledige versie kunt u nalezen op onze website. De directe link is te vinden op uw scherm of het beschrijvingsveld onder deze video. U kunt deze video pauzeren indien nodig. Blijft u kijken, dan gaan wij ervan uit dat u de risicobepaling heeft begrepen en heeft geaccepteerd. Voordat wij beginnen met de cursus daytraden voor beginners, zullen wij eerst moeten bespreken wat een daytrader eigenlijk doet. Een daytrader is iemand die gedurende de dag korte termijn posities inneemt en sluit, wat ook wel bekend staat als intraday handel. Doorgaans koopt en verkoopt een daghandelaar dus meerdere keren per dag, vaak voor korte termijn winsten en laat 's nachts geen transacties openstaan. In feite willen daytraders hun resultaat, winst of verlies, binnen enkele minuten of uren consolideren. Dit is in tegenstelling tot swingtraders die dagen of soms weken trades open houden. Hier ziet u dat het werk en de focus van de daghandelaar heel anders is. Uiteraard is daghandel niet voor iedereen geschikt. Om meerdere tradesbeslissingen per dag te nemen, meerdere keren te winnen of verliezen, vereist een hoge mate van emotionele zelfbeheersing. Evenals het hebben van voldoende kapitaal om de transacties uit te voeren en natuurlijk het hebben van de kennis van de markt waarin u handelt. Daghandel of daytrading is een vorm van korte termijn beleggen en wordt vaak toegepast op de forexmarkt. Waarom? Omdat de forexmarkt de meest liquide markt ter wereld is. Dat betekent dat het de ruimte biedt voor deze vorm van trading. De prijsbewegingen zijn volatiel en dus significant genoeg om een beoogd niveau te behalen of er juist van af te drijven. Terwijl u in theorie elke markt kunt verhandelen, gebruiken daytraders in Nederland daghandel voornamelijk voor de forexmarkt om te profiteren van de op- en neergaande bewegingen. Laten we dit in meer detail bespreken, omdat de keuze van de markt voor een daghandelaar essentieel is om enig succes te behalen. Waarom is juist de forexmarkt zo populair voor daytrading? Zoals we zojuist hebben besproken, is de keuze van de markt essentieel voor het succes van een daghandelaar. Zaken zoals onmiddellijk kunnen uitvoeren met goedkoopste transactiekosten en toegankelijkheid van de gegeven markt zijn belangrijke elementen in de overweging van een trader. Historisch gezien hadden daytraders tevens de keuze uit aandelen en obligaties. Maar nu meer dan 85% van de orders die door algoritme wordt uitgevoerd, is de menselijke daghandelaar niet langer snel genoeg op zulke korte termijn bewegingen binnen die specifieke markten. Dit maakt de 24 uur per dag forexmarkt ideaal. Dit wordt versterkt door de ruimer beschikbare hefboomwerking, de liquiditeit en de omvang van de markt. Degenen die dagelijks handelen in forex zullen posities voor het einde van de dag sluiten om te voorkomen dat ze 's nachts financieringskosten moeten betalen, ook wel swaps genoemd. Daytrading gaat hand in hand met de forexmarkt. Omdat hoe meer de actieve handelaren bij de markt betrokken zijn, hoe meer liquide de markt is. Uiteraard brengt dit met zich mee dat intraday handel of intraday trading op de forexmarkt andere zaken met zich meebrengt waar rekening mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld economische aankondigingen en nieuwsfeiten van over de hele wereld. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een duidelijke, definieerbare of zogenaamde edge in de markt te hebben.
Nu Forex daytraders doorgaans actiever zijn, is er naast een goed begrip en besef van de economische situatie emotionele meesterschap van cruciaal belang. Immers, het nemen van 10 transacties per dag en het eventueel eindigen van de dag zonder winst zal voor iedereen teleurstellend zijn. Als dingen goed gaan, is alles in orde, maar het gaat erom uzelf te beschermen als dingen niet goed gaan. Laten we dus kijken naar de 2 belangrijkste eigenschappen die een professionele daytrader moet hebben. Kunde en kennis van de markt waarin u handelt en een hoog niveau van discipline zijn essentieel voor succesvolle daghandel en dus belangrijke eigenschappen voor elke succesvolle daytrader. Deze kunnen vanzelfsprekend lijken, maar soms slaan we het voor de hand liggende over. Begrijpen hoe de valutamarkt werkt en weten wat de belangrijkste factoren zijn die de markt sturen, is van verschilmakend belang voor de daghandelaar die gedurende de dag van meerdere posities wil profiteren. Het hebben van een robuuste strategie en techniek om in meerdere marktomstandigheden te handelen is ook belangrijk. Een ware daghandelaar zal niet, zoals bij lange termijn handelaar, de hele dag of zelfs dagen willen wachten zonder een transactie te verrichten. Hoewel het op sommige zeer stille dagen kan gebeuren, kan een daghandelaar het zich niet veroorloven hier een gewoonte van te maken en dagenlang geen transacties te verrichten. Dit is ook waar een hoog niveau van discipline van toepassing is. Zonder discipline kunnen verliezen uit de hand lopen. Het vermogen om te handelen wanneer markten kansen bieden en niet te handelen wanneer dit niet het geval is, vereist een zeer hoog niveau van discipline, omdat op willekeurige momenten van de dag kansen kunnen voordoen. Het vermogen om uzelf te beletten emotionele beslissingen te nemen om te proberen verliezen terug te verdienen of iets te forceren, vereist een hoge hoeveelheid energie en een hoge mate van mentale focus. De juiste hoeveelheid kapitaal en realistische verwachtingen hebben kan helpen met het hebben van discipline. Aangezien veel handelaren beginnen met een paar duizend euro op hun rekening en de hoop of zelfs verwachting hebben een paar duizend euro per dag te verdienen. Dit is duidelijk onrealistisch, maar veel voorkomend. Het is moeilijk om gedisciplineerd te blijven als men zulke onrealistische doelen heeft. De sleutel is om de juiste strategie te vinden die u helpt gedisciplineerd te blijven en die u voldoende kansen biedt. Houd verder uw doelen realistisch om onnodige druk te voorkomen. Laten we nu kijken naar enkele verschillende daytrading stijlen. Allereerst scalping. Daghandelaars die scalping technieken gebruiken richten zich op het maken van zeer kleine winsten op minimale prijsbewegingen die veel transacties per dag vergen. Veel mensen die daytrader worden starten met scalping niet omdat het qua daytrading voor beginners de beste manier is om te leren handelen, maar omdat het erg spannend is. Te veel opwinding brengt echter emoties met zich mee die tot slechte handelsbeslissingen leiden. Vele enthousiaste traders sluiten na een te vroeg scalpingavontuur hun platform en handelen nooit meer. Hadden zij gekozen voor een andere techniek, had dit wellicht anders uitgepakt. Natuurlijk is de forexmarkt perfect voor scalperen, maar misschien niet direct geschikt voor beginnende daytraders. U moet in staat zijn snel beslissingen te nemen wat inhoudt dat u in korte tijd veel informatie moet analyseren en verwerken. Voorbereiding en ervaring zijn hierbij absoluut van groot belang. Ook als u dit onder de knie krijgt, is het belangrijk om rekening te houden met de leercurve die gepaard gaat met zo'n gerichte manier van handelen. Laten we een paar andere stijlen bekijken. Een andere vorm van daytrading is intraday reversal trading. Dit kan ongetwijfeld een zeer lastige forex en CFD intraday trading strategie blijken, vooral wanneer het gebruikt wordt door onervaren handelaren. Reversal trading wordt ook pullback of countertrend trading genoemd. Het risico ligt in het basisprincipe om tegen de algemene trend in te gaan. De trend wordt namelijk ingegeven door de meerderheid en er zijn vaak grotere spelers bij betrokken. Een reversal trader moet potentiële pullbacks met een hoge waarschijnlijkheid kunnen identificeren en de sterkte hiervan kunnen voorspellen. Hoewel dit niet onmogelijk is, vereist het veel marktkennis, ervaring en oefening en is het niet direct geschikt voor beginnende daytraders.
Zij zijn wellicht beter gebaat bij de volgende vorm van daytrading. Daytrading momentum trading. Dit is een relatief eenvoudige daytrading forex en CFD strategie, waarbij wordt gekeken naar sterke prijsbewegingen die gepaard gaan met hoge volumes en activiteiten, terwijl u handelt in lijn met de algemene richting van de markt. Het is veel effectiever voor beginnende traders dan scalperen of reversal trading, omdat het tijd biedt om de markt te analyseren en de beste trends of markten met het beste momentum te vinden. De voorbereiding is immers absoluut cruciaal. Ook is bij trend following trading of momentumhandel een hoog niveau van discipline nodig om af te wachten op de beste mogelijkheid om een positie te openen. Tevens van belang is solide trade management om de focus en om het meest gunstige uitgangssignaal te ontdekken. Deze eigenschappen kunnen allesbepalend zijn om winst of verlies te maken. Het gebruik van MetaTrader tools zoals Stoploss en Target kunnen u helpen deze vorm van handelen deels te automatiseren. Daytrading wordt vaak geadverteerd als een snelle manier om winst te maken in forex trading. Wat de advertenties echter vaak vergeten te vermelden, is dat meer of grotere kansen altijd gepaard gaan met evenredige risico's. De bewegingen zijn dynamisch en sneller, wat intraday trading voor traders met geen of weinig ervaring een van de moeilijkste strategieën kan maken om onder de knie te krijgen. Dit blijkt uit het gegeven dat veel beginnende traders die het uitproberen, falen en opgeven. Laten we een paar trading tips doornemen om te voorkomen dat u in deze groep valt. Voor een daytrader is het belangrijk dagelijks de juiste vaardigheden te oefenen. Natuurlijk is het oefenen een activiteit waar de meest beginnende handelaren geen interesse in hebben. Ze willen een piece of the action en de winsten die zij hopen te behalen. Er is echter een reden dat voorbereiding en oefening wel populair is bij professionals. Als u een beginner bent die niet eerst wil oefenen of een strategie op een demo kan wil testen, lijkt daghandel misschien niet het juiste startpunt voor u. Om te proberen consistent te zijn als daghandelaar, moet u voldoende ervaring hebben met handelen in verschillende marktomstandigheden. Hoe meer ervaring u heeft, hoe beter. Terwijl veel nieuwe handelaren tijd doorbrengen met het leren om inzicht te krijgen in de markten, proberen ze vaak de heilige graal van de handel te vinden. De perfecte strategie of indicator die 100% van de tijd werkt. Helaas bestaat dit niet. De natuur van de markt is altijd veranderend. Hoe korter de termijn waarop u handelt, des te meer u hiermee van doen heeft. Met deze tips kunt u echter op zijn minst de juiste manier beginnen. Ontwikkel een tradingplan. Leer van uw oefening en ervaring op uw demo-account. Noteer uw routine en wees gedetailleerd. Alles vanaf het moment dat u handelt, wat u gaat verhandelen, de tijdschema's, de strategieën enzovoorts. Gedurende dit proces van experimentatie vindt u vervolgens een strategie die voor u werkt. Dit zal gebeuren met vallen en opstaan. En is een zeer persoonlijk proces. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien voor de andere niet. We zijn namelijk allemaal anders en dit reflecteert in onze stijl van trading. Stel realistische doelen. Hoge doelen hebben levert een sterke mate van druk op beginnende daytraders, waardoor zij niet in staat zijn om een verstandige tradingbeslissing te maken of hun perceptie wordt gekleurd door wat zij willen zien. Terugkomend op de routine, reserveer specifieke tijden van de dag dat u ongestoord kunt traden. U bent er niet mee gediend hier en daar slechts een paar minuten te handelen. U heeft vooral als beginnend trader de focus nodig om specifieke sessies te handelen. Specifieke sessies hebben namelijk een specifieke mate van volatiliteit en bepaalde karakteristieken. Hoe meer geroutineerd u te werk gaat, hoe beter u de dynamiek begrijpt en hiervan kunt profiteren. Gebruik de beste en juiste technische tools. Het MetaTrader platform is een van de beste handelsplatformen voor forex trading en wordt veel gebruikt door daytraders over de hele wereld. De laatste en wellicht meest belangrijke tip voor daytrading is oefen, oefen, oefen. Hoe? De beste manier om te oefenen is zonder risico. Dus hier zijn de volgende stappen die u vandaag nog kunt nemen
om inderdaad risicoloos te kunnen oefenen. Want mocht uw interesse in forex trading gewekt zijn, dan vraagt u wellicht af wat de volgende stap is. Hoe kan ik aan de slag? Het is raadzaam om de valutamarkt goed te bestuderen en begrip van de dynamiek te vergaren voordat men overgaat tot investering. Forex trading is risicovol. Wij hebben daarom voor u de mogelijkheid gecreëerd om risicovrij te kunnen oriënteren met een demo-account met virtuele middelen. U krijgt alle voordelen van echte tradingervaring. Een beter begrip van hoe Forex werkt. En u kunt experimenteren met strategieën en verschillende marktsentimenten. Dit allemaal zonder enige risico's. Ook ervaren traders kunnen baat hebben bij het oefenen op een risico in een risicovrije omgeving. Vooral als het gaat om daytrading, waar u verschillende marktcondities moet navigeren. U kunt hier experimenteren met nieuwe strategieën en deze ontwikkelen, verfijnen en verbeteren. U kunt tevens de werkzaamheid van deze strategieën real-time beoordelen. Voor hulp en assistentie bij het openen van uw tradingaccount en praktische vragen omtrent de functionaliteit staat ons deskundige team van Admiral Markets Nederland voor u klaar. U kunt hen bereiken via telefoon of e-mail. De contactgegevens kunt u terugvinden op de slide en de beschrijving onder deze video. Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze video vragen hebben, laat dan gerust een bericht achter. Wij horen graag van u. Onze video's worden ontwikkeld op basis van uw vragen en uitdagingen. Laat ons weten waar uw tradingfocus ligt, wat uw stijl is, en zodat wij meer gepersonaliseerde content kunnen creëren. Wilt u meer horen van Admiral Markets Nederland? Abonneer u dan gratis en vrijblijvend op ons YouTube-kanaal. Onze abonnees worden direct genotificeerd van nieuwe uploads en hoeven geen informatie, nuttige tips of tradeverslagen te missen. Namens Admiral Markets Nederland bedanken wij u voor het kijken. Wij hopen dat u uw initiële vragen over daytrading beantwoord heeft gekregen. Wij zien u graag terug in een volgende video.